De Week van de Veiligheid start namelijk vandaag. En in Lelystad besteden ze daar op een bijzondere manier aandacht aan. Namelijk met een wedstrijd. Jeffrey Verboekend, wijkagent in Lelystad Centrum. Goedemiddag, welkom. Dankjewel. Uh, ja, ik mag het eigenlijk niet vragen, maar wat gaan jullie doen? Nou ja, eigenlijk gaan wij een uh, verdachte situatie creëren. in een wijk in Lelystad. We gaan hm. ook niet zeggen waar. Uh, en daarbij hopen we eigenlijk dat, uh, dat de bewoners van Lelystad, Lelystad uh, heel attent zijn en uh, alert zijn. Uh, en dat aan ons willen melden. En als je die situatie ziet, kan je dan ook nog meeacteren, zeg maar? Of? Nee, het is vooral eigenlijk uh, gebaseerd om, uh, om het te melden. Uh -huh. En als mensen weten dat het hiermee te maken heeft, is dus tussen, tussen 7 en 8 gaat die actie uh, gaat draaien. Uh, dan kunnen ze via de social media van ons, op Facebook of Instagram, kunnen ze daar uh, reactie achterlaten dat ze een verdachte situatie gezien hebben. Uh, ja, we gaan er ook vanuit dat misschien mensen denken dat het een echte verdachte situatie is. Uh, in dat geval kunnen mensen altijd 112 bellen. Onze meldkamer en uh, het RSC, Dus zoals mensen 0900 8844 bellen, mm -hmm. die zijn ook op de hoogte en die zullen ze dan ook doorverwijzen naar, uh, naar de juiste kanalen. Nou, gelukkig, er is over nagedacht. Dus. Ja. Uh, je hebt wel die uh, wijken waar dan staat uh, attentie, attentie, buurtpreventie. Klopt, ja. Ik denk dat jullie die dan overslaan, want daar zit het al goed. Uh, nee, ik denk dat we, ja, we, 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 gaan, ja, we... Nogmaals, we gaan niet vertellen waar, uh, waar het is. Uh, maar goed, uh, ook, ook daar uh, gebeuren er dingen en daarop ook gewoon dat mensen heel alert zijn. En uh, als ze verdachte situaties zien, staat bij uh, bij ons gewoon gemeld. Maar wat, wat, ja, kijk, uh, voor de een is een, een jongen in een hoodie al verdacht. Klopt. Ja, dan kan je misschien wel heel veel meldingen krijgen. Nou nee, ja, dat is, dat is eigenlijk: uh, wij willen altijd uh, de hulp van, uh, van de burgers hebben. En wat voor, uh, de, voor één iemand verdacht is, is voor iemand helemaal niet verdacht. Maar wij gaan er wel vanuit dat we denken: van ja, de mensen die daar wonen in de wijk, die weten eigenlijk als beste wat daar uh, normaal en niet normaal is. En we hopen dus dat er eens een, uh, een, een situatie gezien wordt die uh, niet normaal is, dus verdacht is dat ze dan uh, gelijk denken van, ja, hier moeten we de politie voor inschakelen. En dat is eigenlijk ook een beetje preventief van ons uit uh, om mensen daar uh, ja, attent op te maken. Van, ja, let daar, let daar goed op. Zie je iets wat niet thuis hoort in je wijk? Dus dat kan zijn van iemand die de uh, hele tijd over je schutting zit te kijken. Het kan ook iemand zijn die je nog nooit in de wijk hebt gezien en die het er toch een beetje op een bepaalde manier door die wijk heen loopt uh, te struinen. Dat je denkt van, ja, ik vertrouw dit niet helemaal. Ja, laat het ons vooral weten. Is uh, je onderbuik eigenlijk een goed gevoel om op af te gaan als wijkbewoner? Uh, ja, juist. Want, ja? Uh, heel vaak krijgen we te horen van achteraf pas, als er een inbraak gepleegd is, of uh, ik noem maar wat, een hennepkekerij uh, aangetroffen is, of een auto inbraak. Dan zeggen mensen van ja, ik, ik, ik had er wel iemand gezien. Uh, ik, ik vond het een beetje een rare, rare snuiter. En uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee mee, mee moet. En dat zijn van die situaties: dan hebben wij zoiets van ja, als je twijfelt, bel dan juist wel naar ons. En dan kunnen wij het controleren. En als we dan controleren en het blijkt allemaal in orde te zijn dan is dat ook goed. Maar dan weten we in ieder geval dat het de orde ja, is. Ja, maar toch lijkt het me overdreven om als iemand uh, door de straat heen gaat... en af en toe in de tuin kijkt en dan aanbelt daar... en het is of het doet dat hij misschien de tuin wil gaan doen of zo. Ik zeg ja. maar wat, hè. denk ik, ja, moet ik daar nou 112 voor bellen? Ja, het liefst wel. Als jij het idee hebt van dit klopt niet... Uh, ik, ik heb daar geen goed gevoel bij, zoals jij het noemt... je onderbuikgevoel wat niet helemaal uh, niet goed zit... Ja, dan hebben wij liever dat wij uh, tien keer te vaak komen... Dan dat het één keer achteraf te laat is. En dat is eigenlijk ook waar we mensen echt gewoon uh, op willen attenderen. Van ja, weet je, bel gewoon en laat het ons weten. Bij het het gaat situaties. bijvoorbeeld ook om dingen als dat je. Nou ja, die, die bekende truc met stokjes tussen de deur. Ja, dat, uh, dat kan ook. En kijk, dat, dat... dat is dan achteraf. Uh, dus daar zou je wel bijvoorbeeld 0900 8844 voor kunnen bellen. Ja, ja. Voor dat soort situaties. Maar zie jij inderdaad iemand die zich daarmee bezighoudt? Uh, ja, bel dan gelijk 112. in 2. Maar dat zijn inderdaad wel van die typische dingen waar ja, de inbrekers zich mee bezighouden om te kijken of daar uh, vaak gebruik van gemaakt wordt van die deur, of er iemand thuis is of niet. Ja, ik zie even. Want ik zie heel vaak in uh, van die um, Facebookgroepen, van wijken. Ja. Dan, uh, dan maakt iemand uh, die zegt. Uh, ja, er zijn weer twee mannen die, uh, die de hele tijd hier door de buurt heen lopen. Ik maak jullie eventjes, uh, ik sla ja weet je, je moet daarop letten. En dan zie je al die mensen eronder reageren. Jij ja, moet de politie bellen, je moet de politie bellen. Zitten jullie nou ook in van dat soort Facebookgroepen dat je dat voorbij ziet komen? Ja, er zijn wel collega's die daar, uh, die daar gebruik van maken, die daar in, in die groepen zitten, inderdaad. Uh, maar heel vaak hebben wij uh, met een beheerder van zo'n groep hebben wij direct contact. Dus die hebben dan onderling contact en hoeven wij niet in die groepen te zitten. Want als wij uh, in al die buurt-Facebook-groepen uh, uh, actief moeten zijn, ja, dan dat, dat, dat werkt dat gewoon niet. Dan moeten dan we zoveel online ook, ja. zijn, uh, ja, dat, dat gaat gewoon niet lukken om 24 uur daarmee bezig te zijn. Uh, nou, de, de prijs die je kunt winnen. Ja, je moet dus de komende week... Maakt het uit op welke dag? Nee, nou, dus, vanavond hebben we die actie uh -huh. uh, tussen 7 en 8. Um, het is, vandaag is de Week van de Veiligheid begonnen en die eindigt eigenlijk uh, ja, de 15e hebben wij uh, op zaterdag in stad op het Stadhuisplein hebben we een veiligheidsdag. En er zijn heel veel partners van ons uh, die, die zijn daar aanwezig. Dus het is vooral leuk om daar naartoe te komen, ook met kinderen. Want uh, eigenlijk alles wat, uh, wat kinderen leuk vinden om te zien, dus de auto's, de, de voertuigen die we hebben, uh, die, zijn, die zijn aanwezig. Dus van de brandweer, van de ambulance, noem maar op. Hmm. Um, dus dat, dat is ook een mooie dag om daar naartoe te komen. En die dag is dan ook de prijsuitreiking voor degene die als eerste de verdachte situatie weet te melden. En wat, wat die prijs wordt, dat, behalve de eeuwige eer natuurlijk? Maar... Dat, dat lijkt me denk ik al uh, ja. om meer dan genoeg. Maar daar en, zit wel nog een prijs aan vast, maar die, uh, die gaan we nog niet vertellen. Dat blijft geheim. Ja. Okay. Um, even nog in algemene zin. Waar moet je nou op letten? Waar moet je alert op zijn? Niet per se voor vanavond, maar ja, de donkere ja. dagen zijn er weer. Hè. Uh, waar, waar, waar moet je nou echt goed op letten? Ja, wat, wat ik, waar ik eigenlijk mee begon is om. om uh, iedereen die in een, in een wijk woont. die, weet, die, die kent op zich wel de, de buren. de mensen die in de straat wonen. de voertuigen die bij die mensen horen. Ja, uh, nou, wil het niet zo zijn dat er, als er op bezoek komt. dat je dan gelijk gaat bellen: van ja, ik ken die auto niet. dus ik vertrouw het niet. Maar is het inderdaad een auto die je in, in een straatje ziet rijden. die je dan normaal nooit ziet. en je hebt daar een gevoel bij van: ja, dit, dit voelt niet goed. Dat zijn precies van die situaties, dat als mensen twijfelen, dat wij zeggen: bel gewoon 1 in 2 en wij proberen zo snel mogelijk een controle uit te voeren. En dat is ook met personen die je, die je ziet lopen, waarvan je denkt van ja, dit, dit voelt niet goed. Nou, laat het ons gewoon weten. Bel 1-2. Verdachte situaties mag je 1-2 bellen. En dan is het voor ons uh, om zo snel mogelijk uh, een controle uit te voeren. Om te kijken hoe het zit. Nou, heel Lelystad zit vanavond voor het keukenraam. Ja. Uh, naar buiten kijken tussen 7 en 8 of ze iets verdacht zien. Want uh, ja, iedereen wil natuurlijk die prijs winnen. Uh, Jeffrey Verboekend, wijkagent Lelystad Centrum. Dank je wel. Graag gedaan.